Hallo beste liefhebbers van de trekzak. Dit is Wim Klaes en ik ga u een stukje inspelen en uitleggen. Ik ga de vingerzetting dan uitleggen. En het heet de Scottish de Pain Wain Wain. Zo uitgesproken, Pain Wain Wain. Want dat was de titel die mij gegeven werd door een zatte Bretoen die iets riep naar het podium en ik verstond Scottish de Pain Wain Wain. Maar het was dat niet, het was iets anders dat hij vroeg. Dus meteen had ik natuurlijk een titel over en dat heb ik dan aan dit stukje gegeven. Het is een stukje in Mi klein, in het Vlaams, in het Nederlands in E mineur. En dat is een redelijk zeldzame toonladder voor ons instrument. Maar toch is het voor twee rijen, dus niet voor drie rijen, het is voor twee rijen. In GC. Maar toch is dit goed te doen. Zeker in de oude modus, dus de antieke toonladder van E klein, E mineur, is dit zeer goed te doen op twee rijen. Voilà, nu ga ik het spelen. Hè. Dat is de Scottish en ik ga nu eventjes met u vlug door de vingerzetting gaan. U kan dan straks ga ik ook de bladmuziek meesturen en dan kun je zelf aantekeningen maken waar dat je wilt. Hè. Voilà. Begin op de wijsvinger en de eerste knoop is hier. Daar is dat ringvinger en dan middelvinger, dus je springt over. Ring, midden, dan duw trekken, op dezelfde knop, pink, en dan terug ringvinger, dus dat is twee keer ringvinger, ring, 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 is dus de herhaling van de A is eigenlijk hetzelfde met een lange noot op het einde. Dus op het einde heb je onmiddellijk naar. Oké, tweede deel. Begin op de ringvinger, dus is het een sprong die redelijk die een beetje oefening vraagt, hè? Ja. Dus octaaf. Op twee vingers, wijsvinger, middelvinger. Oké, okay. En dan is het tweede is direct pink. Ringvinger. Dit is het begin terug, dat terugkomt. Sorry. En dan dubbele greep. Ringvinger en middelvinger. Dus. Twee keer hetzelfde. Ringvinger. Pink. Ringvinger. En dan ringvinger. Zelfde truc als in het begin. Overspringen, overstappen met de middelvinger. En trekken. Voilà, ik
hoop dat jullie dat stukje graag gaan spelen. Stuur mij gerust het resultaat op. Voilà. De bladmuziek komt eraan. Met duwen en trekken. De trezoektablatuur, cijfertjes staan er ook op. De cijfertjes die boven de lijn staan zijn duwen. De cijfers die onder de lijn staan zijn trekken. Als er een accentje naast het cijfertje staat, is het een cijfertje van de binnenste rij. De cijfers zonder accent zijn op de buitenste rij. Voilà, veel speelplezier. Dag.